op de nieuwe christelijke school beginnen de kinderen van de zesde klas te wennen aan het nieuwe normaal. In deze fase herhalen de leerkrachten veel stof van het eerste en tweede kwartaal met de leerlingen. Dit zegt Astrid Roemer, schoolleider van de nieuwe christelijke school. Wij hebben één zesde klas van 22 leerlingen. Die worden verdeeld over twee lokalen, geeft Roemer aan. Alle COVID-19 maatregelen worden in acht genomen en de kinderen worden er ook steeds aan herinnerd. De schoolleider zegt dat de eerste schooldag na die 16 weken heel stressend was voor enkele leerlingen. Ze waren echt heel tens, gespannen. Het is nog nooit zo stil geweest op de nieuwe christelijke school als gisteren. Maar nadat je vrouw gesproken heeft tot ze, ik heb gebeden en ze hebben wat ademhalingsoefeningen gedaan, toen ging het wat beter. Na de pauze ging het stukken beter. Er is heel hard gewerkt. Vanaf 14 maart waren ze bezig online. En het is goed gegaan. Natuurlijk heb je 1, 2 leerlingen die het op den duur wat lastig vonden. Maar er is echt getrokken aan ze. We hebben ook nog 1 leerling gehad welke moest wachten op zijn moeder. Die pas na 6 uur thuis kwam. Daarna ging hij naar de buurman voor internet. En dat was het bij hem. Dus uiteindelijk hebben we onze buren Kerpalani gevraagd om te helpen. En hij heeft ook nog een telefoon gehad. Dus kon hij lekker werken. Roemer zegt verder dat er een aanpassing is gepleegd voor wat betreft het aantal vakken waarin de toets gemaakt zal worden. En op basis daarvan gaan wij de leerlingen ook voorbereiden. Astrid Roemer, schoolleider van de nieuwe christelijke school. Wij spraken haar vanmorgen in het kader van de herstart van het fysieke onderwijs. De school ging gisteren weer open voor toets- en examenleerlingen.